Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Krijg de Kleren, het fashionprogramma waarbij ik jou alle inspiratie geef op het gebied van mode. En dit seizoen staat in het teken van Wear the Moment. Wat ga je aantrekken als straks alles weer kan en mag? Deze week is de gast JD van Temptation Island. En naast dat ik haar heel veel ga vragen op het gebied van mode en haar gevoel voor stijl, ga ik haar ook het hemd van het lijf vragen over haar persoonlijke leven. Hi! Hallo! Daar ben je dan! Yes! Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, goed! Ja, top! Jij hebt gekozen voor het moment lunchen met vriendinnen. Ja, klopt. Lekker lunchen met vriendinnen. Waarom? Ja, omdat ik ga eigenlijk altijd met mijn vriendinnen lunchen. Vind ik echt fantastisch om te doen. Lekker wijntje erbij. Kom je lekker los, lekker praten. Dus ik dacht, dat is het eerste wat ik wil gaan doen als het allemaal over is. Had ik echt niet bij jou verwacht. Nee? Ik dacht een feestje of we gaan de bar in. Ja, vind ik ook leuk. Maar lunchen is toch, ik hou ook van eten. Dus dat is helemaal mijn ding. Lekker. Ja. Heb je al een beetje een idee wat je wil gaan shoppen? We gaan zo meteen 1 minuut door de winkel heen. Wel een klein idee, maar 1 minuut is natuurlijk super kort. Ja, is echt heel dat wordt wat. Ja. Zullen we maar gelijk beginnen? Is goed. Oké. Okay. Ja, nou, succes. Ja, is goed. 3, 2, 1, go! Okay, ik heb een speciale tactiek voor deze outfit. JD is namelijk heel stoer, maar ook heel classy. Dus ik ga een soort van combinatie maken. Nee, dat is niet. Oh, mijn bloemetje. Nee, ik vind het niet helemaal Bobby. Maar weet ik nou niet per se, dit vind ik dan niet echt heel stoer. Dus dan ga ik denk ik gewoon voor een jasje en een jeans. Hou jij van bloemetjes, Bobby? Niet per se. Niet, okay. Nee, niet per se. Hou jij van pakken? Ja, vind ik wel mooi. Ja? Ja. Iets van een kantje of zo in. Dat het net even wat breekt. Ja, vind ik heel mooi iets voor Bobby. Ja, iets zachts. Dus we gaan weer een pastelletje wil ik. Ik wil een pastel. Oh, die is ook wel heel leuk. Ja, die erbij. Ja, top. Ik heb hem. Alright, is het gelukt? JD, jouw moment to wear is lunchen met vriendinnen. Klopt. Zie je die nog heel veel? Want het afgelopen jaar ben je natuurlijk verhuisd. Er is veel gebeurd. Nou, ik zie ze wel minder, maar dat is natuurlijk ook logisch, want we wonen 1,5 uur uit de buurt van elkaar. Maar ik probeer zeker wel iedere week 2 tot 3 dagen weer de kant van mijn moeder op te gaan om hun ook te zien en even mijn familie te zien. Ja, ja, want jouw leven is behoorlijk veranderd. Dat is wel, was een hele chaos. Maar hij is wel goed veranderd, wel positief. Ja. Daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Ja, mijn nieuwe vriend natuurlijk. Mijn oude relatie is overgegaan. Ik ben in 1 keer 1,5 uur verder verhuisd. Dus dat is wel allemaal heel veel in 1 keer. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wel goed dat je dus wel echt de momenten pakt om je familie en vrienden nog te Absoluut, zien. Absoluut, ja, want daar wil ik gewoon echt de moeite in steken. Ik ben niet iemand die dingen laat verwateren. Ik heb zoiets, dit is mijn keuze en mijn vriendinnen komen ook mijn kant op. Dus dat is helemaal top. Ja, ja. Hey, en waar ben je nog meer mee bezig? Ja, ik doe eigenlijk vooral online werk nu. Dat is voor mij echt helemaal nieuw. Dus daar ben ik nog een beetje in aan het zoeken hoe alles moet. En ik probeer toch alweer mijn modellenwerk op te pakken. Ik ben zelf ook al begonnen met vloggen, omdat mensen zeiden van, ik vind het leuk om een inkijkje in jouw leven te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje mijn dagelijkse bezigheden nu. Leuk. Ja, leuk. Hey, en dit gaat natuurlijk over fashion. Tenminste, als ik op jouw Instagram zie, kijk, dan denk ik dat jouw kledingstijl best wel veranderd is. Ja. Nu je met Ricky een relatie Klopt. Hebt. Ja, want mijn moeder zegt dat ook altijd heel leuk. Ik ben iets wat vrouwelijker geworden, om het zo even te zeggen. Ik was best wel een beetje een boerin, op de joggingpakje aan, op dingen die gewoon lekker zaten. En nu probeer ik echt wel me gewoon leuk te kleden. Oh, grappig, want ik vond juist dat je wat stoerder bent ja, en wat rauwer. Oh, wat grappig. Ja, ik dacht, de soort van de urban sport van Ricky is teruggegaan in jouw... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ricky is ook wel een beetje van basic. Dat vindt hij lekker. En dat combineren met een leuke jas of een mooie blazer. En dat heb ik wel een beetje van hem overgenomen. Ja. Ja. Waar ziet hij jou dus het liefst in? Als ja, echt jou het liefste in een joggingpak, zegt ja? hij. Ja, een stoer joggingpak met nice sneakers en een leuke jas eroverheen. Dat vindt hij het leukst. En wat mag je niet aantrekken van hem? Tot nu toe hebben we daar eigenlijk niet... Ja, vooral dingen die niet doorschijnen. Dat vindt hij echt verschrikkelijk. Ja? Ja, maar dat snap ik al. Want zelf vind ik dat ook wel een beetje ordinair. Als je zo je hele billen door de broek heen ziet. Oh ja, dus hij wil je liever dan wel voor je... Gewoon goed bedekt, ja. Voor jezelf houden. Ja. Hoe is verder jouw leven veranderd de afgelopen... maanden. Het gaat supergoed. Ja? Ja, we wonen nu onderhand al 7 maanden samen. Zo lang al? Ja, ja, ik ben echt wel, ik denk een maand later ben ik bij hem ingetrokken. Dat is heel voor ons is dat natuurlijk veel korter. Ja. Omdat jij natuurlijk al langer daardoor... Ja, het is natuurlijk nu officieel volgens mij pas een maand, 1,5 maand van de televisie. En de laatste uitzending was dat ik die kant op verhuisde. Dus iedereen denkt van dat ik daar nu pas misschien een maandje woon. Maar... Heeft geen enkele pers voor de deur gelegen
om foto's te maken? Nee, gelukkig niet. Nee, wel op straat dat je stiekem wordt gefilmd en dat mensen beginnen te giechelen als je je ziet. Dat wel, en iedereen wil op de foto, maar gelukkig thuis helemaal niks. We hebben echt de eerste paar maanden weg opgepast met hij ging alleen de deur uit en daarna ging ik alleen de deur uit en niet samen over op straat en allemaal van dat soort dingen. We moesten echt goed over nadenken. Ja. Wel jammer, als je dan zo verliefd bent, dan wil je dat heel erg naar buiten. Ja, klopt. Ja, dat mocht gewoon echt niet. Er stond ook een hele grote boete op als je je gewoon niet aan de regels hield. En dat snap ik ook wel, want op het moment dat mensen al weten dat je samen bent, ja, dat verpest gewoon het einde van het programma. Ja, ja, jullie waren toch wel meest spraakmakende van het seizoen. Ja, wel een beetje. Iedereen zegt dat. Ja, de verhaallijn gaat natuurlijk over ons. Ja, ik maak het uit met mijn ex, Daro. En ja, ik vind mijn nieuwe liefde ook daar. Dus dat is wel, ja, voor heel veel mensen vinden het gelukkig leuk. Maar je krijgt natuurlijk ook negatieve reacties. Ja? Ja, best wel, ja. Ja? Het valt, in vergelijking met de positieve reacties, valt het echt reuze mee. Maar er zijn wel mensen die zeggen van, joh, hoe heb je dat nou kunnen doen? En hoezo maak je het daaruit? Hoezo kon je niet even wachten? Allemaal van, ja, meer dat soort reacties. Ja, en is het dan als je wat je op tv ziet, is het echt ook zo gegaan? Ik kan me voorstellen dat het ook een beetje weggesneden is. Nee, als ik er naar kijk, dan is het. Ze hebben wel bepaalde stukjes weggelaten. Meer de beelden waarvan ik zeg, oh, die hadden leuk geweest om uitgezonden te worden. Maar qua verhaallijn klopt het echt precies met hoe het is gegaan. Ja, dus je hebt echt gewoon op dat moment gedacht, ik ga het nu die video inspreken. Ja. En... ja, ik heb wel een beetje hulp erbij gekregen. Ik dacht er heel erg over na van, nou, stel, er gebeurt wel iets tussen mij en Ricky. Dan heeft straks heel Nederland een mening daarover. Want dan ben ik degene die is vreemd gegaan. Ik dacht, dan ga ik. Dat laat ik me gewoon niet gebeuren. Dus dan heb ik wel in overleg met de productie hebben we een oplossing gevonden dat ik hem die videoboodschap mocht sturen. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Oh, jij bent een soort van, door jou mocht iedereen die boodschap sturen? Nee, niet die laatste boodschap, maar meer echt alleen zeg maar de boodschap die ik naar hem toe stuur van ik stop met onze relatie. Ja. Ja. En wist jij helemaal nooit dat hij weg was gegaan? Nee, iedereen vraagt dat. Nee, dat wist ik echt niet. Tot op de laatste dag hebben ze mij dat niet verteld. Nee. Oh ja, ja stom, dat lijkt me zo heftig. Ja, want ik heb wel zoiets, misschien had ik dan op bepaalde beelden anders gereageerd. Dat is het enige. Voor de rest denk ik niet dat het veel had uitgemaakt. Maar misschien had ik dan, natuurlijk ik kreeg van hem op een gegeven moment geen boodschap meer. Ja, omdat hij al terug naar huis was. En ik dacht iets van ja, misschien een beetje gek, heb je niet iets te zeggen tegen me. Dus tot op de laatste dag heb ik echt zenuwen gehad van wat gaat er gebeuren als ik hem zie. Ja. Ben je ook naar je kledingstijl anders gaan kijken? Je hebt natuurlijk jezelf iedere week op tv gezien. Dat je nu denkt, oeh, dat doe ik niet meer aan. Of, oh, dat staat wel leuk. Of... nee, dat op zich niet. Ik ben me er wel meer van bewust dat als ik nu over straat ga, is er eigenlijk overal wel iemand die je herkent. En die wil op de foto. Dus daar hou ik wel rekening mee. Van ja, ik kan niet meer even als een of andere slons de deur. Je bent nooit meer anoniem. Nee. Ja, echt overal worden we herkend. Wel, de laatste gingen we even weg. Toen dachten we, oh, lekker, niemand herkent ons. En toen kwamen we toch weer iemand tegen. Oh, mag ik op de foto? Toen dachten we, ja, hier. Ik heb van jou een Instagram-post gezien. Ik weet dan niet eens meer wanneer. Maar toen zei je dat je botox gebruikte tegen overmatig transpiratie. En ik vond dat heel tof, omdat je daarmee iets een taboe doorbreekt. Ja. Ben je daardoor, tenminste, ben je nu ook daardoor anders gaan kleden? Ik heb er wel altijd al rekening mee gehouden. Omdat ik merk wel ook dat het niet helemaal de werking heeft gehad die ik had gehoopt. Oh. En mensen zeiden dat wel ook. Het kan zijn dat het werkt, het kan zijn dat het niet werkt. Oh. En ja, bij mij heeft het helaas niet echt geholpen. Dus ik hou daar wel altijd rekening mee. Ik trek niet echt felle kleuren aan op dingen waarvan ik weet dat je zweetplekken kan zien. Dat, dat trek ik gewoon allemaal niet aan. Ja, botox, die, wat doet het? Die, hoe zeggen ze dat? Dat verlamt zeg maar een soort van je spieren. Dus op het moment dat je dat in je zweetklieren laat spuiten, verlamt het je zweetklieren. Waardoor je eigenlijk niet meer zou moeten zweten. Ja. Maar het is dus per persoon verschillend. De een zegt van ja, het helpt. En de ander zegt van het helpt niet. En dan moet je je in principe laten opereren. Oh ja. Dus dat is wel mijn volgende optie, zeg maar. Ja, denk je daarover na? Ja, wel, want ik vind het wel echt heel vervelend. Ja, want ik kan gewoon niet alles aandoen. En dat vind ik echt verschrikkelijk. En dan bijvoorbeeld strakke of felle kleuren? Nee, of, dat trek ik niet aan. Ook grijs. En dat ik denk van, dat zit er net even te dichtbij. Ja. Van, ik kan binnen no time een zweetplek zien. Dat doe ik gewoon allemaal niet aan. En volgens mij is het best wel een soort van gangbaar probleem. En hebben heel veel mensen dit. Maar praat niemand daarover? Nee, klopt. Ja, mensen schamen zich ervoor. Kijk, het is niet dat ik me ervoor schaam. Ik heb zoiets van, misschien is het juist voor mij fijn om te weten dat je het daarover hebt. En iedereen denkt altijd, oh, je bent perfect, je bent op tv gekomen, je komt er leuk uit. Maar niemand is perfect. Ook ik heb dingen waar ik me best wel onzeker over kan voelen. Ja, ja, ik vind het goed dat je daar dan wel open over bent. Nee, ja, absoluut. Ja. Ik heb er wel heel lang over getwijfeld, hoor. Omdat ik bang was dat mensen toch misschien naar zouden reageren. Maar dat was helemaal niet het geval. Iedereen zei heel fijn dat je dit deelt. En ik kreeg ook heel veel tips daarover. Dus daar was ik wel heel blij mee. Dan gaan we dan voor het moment lunchen met vriendinnen. Leuk. Laten we gaan passen. Is goed. Oké. Ja. Even kijken. We hebben wel allebei dezelfde lievelingskleuren, hè? Wel erg roze. Oh, leuk. Dat is ook leuk. Oh, heel leuk. Ja.
Lekker dit. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Nou, je mag vaker van mijn chocoboffie. Die kleur staat je goed. Ja, dat, dat vind ik dus leuk. Normaal, als ik dit zelf zou zien hangen, dan zou ik er niet zo snel voor kiezen. Die blazer wel, die top wel, maar die broek niet. Ik vind die broek misschien wel wat leuks. Ja, waarom zou je daar niet voor gekozen hebben? Ja, omdat hij wat, hij valt wat hoger. En ik vind altijd... Ja, je hebt lange benen. Ja. Ja, je hebt lange benen. Ja. Maar ik vind hem heel leuk. Echt heel leuk. Ja. En die kleur vind ik je heel mooi staan. Ja. En ik wilde ook zo'n soort van het leven, jij ziet het leven door een roze bril. Ja, klopt. Met zo'n, en dat dingetje eromheen is heel zacht. Heel leuk. Waar is hij? Oh, hier. Ja. Ja, heel leuk is hij. Oh, leuk. Ja. Ik ben ook blij. Ja? Ja, ik vind, die schoenen had ik niet per se. Jij zei natuurlijk, neem maar iets met een hakje en dit was mijn vrije interpretatie. Ik dacht daarna misschien inderdaad, hadden sneakers er ook wel heel leuk onder gekund. Ja. Als ik het zo zie. Ja, of een iets vrouwelijker. Maar ik vind verder, ik zou dit nooit zelf uitgekozen hebben. Nee? Nee, maar ik vind het wel leuk. Wacht, laten we eens even een spiegel kijken. Ja. Ja, ik vind het dus echt leuk. Ik vind het echt heel leuk, ja. Totaal anders. Maar zou jij eerder deze look voor jezelf hebben uitgekozen? Misschien wel, ja. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, want ik ben heel erg op zoek naar dit soort broeken. Dat vind ik helemaal leuk nu. Dus ik zou dat wel... En ik vind die langere blazers vind ik ook heel leuk. Alleen misschien een blouse niet. Dan had ik wel ook zeg maar zo'n top als jij hebt uitgekozen. Ja. Dus hier mag jij mee thuiskomen hier vanavond? Hier mag ik zeker mee thuiskomen, ja. Hij is heel blij met jou, dat weet ik zeker. Oh, fijn. Ja. Kom ik volgende keer thuis. Top, kom maar, ja. Dan kan je me helpen met winkelen. Heel ja, leuk. Ja. Alles in roze zo. Ja. Jouw kleur is ook heel mooi. Ben jij niet bang, omdat Rikkie natuurlijk wel een soort van de mooiste vrijgezel van Nederland nu ineens is, dat je denkt van, oh, er zitten 16 miljoen vrouwen op hem te azen? Nee, valt wel mee, want Rikkie is heel open in de berichten die hij krijgt. Ik mag alles van hem lezen en als ik hij krijgt natuurlijk al die DM's die hij binnenkrijgt. Ja, klopt, maar hij is er heel open over. En het zijn ook meer, de DM's die hij krijgt, is heel leuk. Zijn vrouwen die zeggen van, ook voor jou en Jade zo leuk zijn samen en ik gun het jullie van harte. Dus nee, ik ben daar... eigenlijk helemaal niet bang voor. Nee, en hij is ook heel eerlijk daarin. En ik heb zoiets van, ja, als je ook wantrouwen hebt in je relatie, dan zit het al niet goed. Dan denk ik, waar ben je mee bezig? Ja. Dus ja. Probeer ik zo ver van mijn bed te houden als mogelijk. Ja. Maar jij zou ook wel veel mannelijke berichten krijgen. Nee, heel veel vrouwen. Ja? Ja, daar ben ik echt super blij mee. Ik heb bijna, ik denk dat 99% vrouwen op mijn Instagram zitten die allemaal tips willen over kleding en make-up en noem het allemaal maar op. Bijna geen mannen. Oké. Mega bedankt dat je er was. Ja. Veel plezier. Ja, heel blij mee. Echt leuk. Doe Rikkie de groeten. Ga ik doen. En tot de volgende. Is goed. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het kijken. En ik ben heel erg benieuwd. Wat is jouw favoriete moment waar je naar uitkijkt? En wat ga je dragen? Laat het even weten in de comments. En zoals elke week hebben we weer 25% korting op een artikel naar keuze. Met de code KLEREN25. Online en in alle winkels van WeFashion.